Gast, wat is dit vet geworden, gast? Oh, waar zal ik bestellen, jongens? Waar zal ik bestellen? Ah. Welkom, maar mag ik bestellen? Je hebt zo'n... Oh, oh ja! Oh, goedemorgen, zonder zorgen. Het weer buiten is fantastisch. We beloven een goede dag te worden. Ik ga namelijk naar Shahid en ik ga lekker met dit mooie weer de Lamborghini pakken. Dat Shahid misschien neidig op me wordt. Omdat ik had beloofd dat ik met de bus kwam. Alleen mijn bus ligt helemaal vol met rotzooi. Dus ik kon hem niet meenemen. Want ik moest mijn crosser daarin doen. En dan gingen we crossen. En dan gingen we een leuk dagje. Maar weet je, we kunnen alsnog crossen. Alleen niet met die van mij. Weet je, het is wel mooi weer. Misschien kunnen we gewoon even een rondje met de wagen. Hij heeft trouwens wel iets heel vets voor zijn Lambo nu in de garage. Laat ik zo even zien. Of gewoon nu. Hallo, hallo. Hey, zo, jij hebt een slaapkop? Gast, wat is dit vet geworden, gast? Wow, ik heb dat helemaal niet gezien, hé. Ik heb het op je Instagram story gezien, maar dit is gaaf. Ik denk dat jij dat zo meteen ook wel wil. Heb je het voor swipe op gehad? Ik zeg niks. Ja, dan wil ik het wel hebben, ja. Wow, wat vet. Alles goed? Ja, lekker man. Morgen Gio. Wat is die? Zeg maar. Wat is Gio? Een eikel. Jij bent een eikel. Hij zegt een eikel, komt hij met zijn Lambo? Ja, die bus die was helemaal vol, was ik vergeten met spullen. Dus ik kon mijn ding niet meenemen, mijn crosser. Dat wou je dus uitleggen. Ja, ik had tegen Shahid gezegd. Ik moet wel even iets uitleggen als ik... ja, we kunnen alsnog gaan krotsen. Krots. Jo, let op. Kijk, ga naar een vriend van mij. Oh. Die heeft een crossbaan in zijn achtertuin. Echt, in zijn achtertuin? Ja. Heel goed. En die heeft ook allemaal... Ik denk wel 100 crossers staan. Hij heeft wel crossmotors. Oh, oké. Okay. Dus beter dan de Chinese kudding van mij. Hebben wij die Kawasaki gehaald? Ja. Oh, daar hebben jullie je eigen gehaald. Waar staat Kawasaki! Kawasaki! Dus, maar ja, heel fijn. Dan moeten we de bakwagen halen. Tegen de poot. Oh, jij dacht dat we alles in konden laten? Ja! Ja. Dat gaat toch niet passen, man? Ja, wel makkelijk. Oh, maar, nou. Maar ik ga even alles dicht doen hier. Dan ja, dan moeten we die bakwagen halen. Maar ik vind het echt enorm vet. Het is ook een soort smoked glass. Ja, klopt. Het is very, very royal. Ik wou een champagne glass doen, but it was very nice. Dit is also like... Dat past wel, een champagne glass past bij your color. Yeah, but this is my seal. Black. Jouw seal. Is black. 3, 2, 1. It started when we were younger. You were my boo. Oh, de gant goed hier. It started when we were younger. You were my boo. Dat is weer een primeurtje. Nee, de eerste keer dat ik naar jou toe kwam met de bakwagen, volgens mij, met die ballen en zo. Wat zag jij? Moest ik jou ophalen met die ballen? Ben je naar mij toe met die ballen? Ik weet niet wat je loopt, maar je riem heb je niet om, bro! Ze hadden eigenlijk, zeg maar, gewoon dat ze dat nog niet hebben gedaan in auto's. Dat gewoon automatisch je gaat zitten en dan... Gast, dat is een invention. Pomp je geld erin. Zet een bedrijf op. Ontwikkel hem. Swipe op. Word miljonair. Oh, wacht. Dan ga ik alleen maar achteruit. Je kan het altijd proberen. Gewoon roeien met de riemen die je hebt. Oh, wordt leuk zo meteen. Ja, bro! Gaan we lekker crossen, bro! Heel even snel natuurlijk langs de Mac. Laten we wat bestellen. Oh, waar zal ik bestellen, jongens? Waar zal ik bestellen? Ah. Welkom bij McDonald's. Mag ik bestellen? Nu geef je mijn bestelling. Ik moest het nog vragen. Jij zegt gewoon, mag ik uw bestelling en je geeft een bonnetje. Oh, jongens, waar zal ik bestellen? Ah, hier. Kijk eens aan. Dank voor uw bestelling. Dat wordt dan €22,15. Dank u wel, meneer. Doet u pin of contant? Ik heb alleen zwart geld. Dat moet ik wel aangeven. Nou, wat als ik het hier zo ondergeef? Het ja, is zo slecht, jongen. Wat moet je hier nou mee doen? Choppa! Choppa! Ja, wat doe jij nou? Ontleed je hem? Wat zit erop wat je niet lekker vindt? Oude geur. Oude geur. Kans 1 op 5 dat ik een hap uit het ding moet nemen met karton en al. 3, 2, 1, 3. Nu moet jij maar dichtvouwen. 3, 2, 1, 2. Dat kan niet, dat is 1 op 5. Oh. 3, 2, 1, 2. Nee, gaan we net zo lang door tot iemand moet? Ja. 3, 2, 1, 2. Voor jou, 3, 2, 1, 2.
Nu voor mij, 3, 2, 1, 3. Ah! Oh, dat kan niet eens. Ja, ja afdrijven. Smaakt niet zo lekker. Nee, wat karton er echt, die broodjes bij de meg. Ja, jij wel vega. Oh, wat vandaag, hè? Dat je bij mij thuis een rotzooi maakt, maar in deze bus moet je echt geen zooi maken. Dat is van de zaak. Oh, rotzooi! We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. Tam 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 no. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Nee bro, niet FaceTime. Hela, strijder! Hey, gefeliciteerd maat! Kijk hoe die erbij zit. Heb je een mooie pak aan van Toussani? Wai hoi! Wai hoi! Op locatie! Hoi! 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 Yo Boas! Waar is Boas? Oh, zie je daar? We lopen elkaar mis! Yo! Huh? Oh, hè? Ik dacht dat je een fles champagne had of zo. Ja, ik weet niet. Je ziet wat je wil zien. Huh? Oh, hè? Ik strip me helemaal. Ja. We hebben elkaar nog helemaal niet gezien. Dankjewel. Met een miljoen. Ja, dank u. Daarom dacht ik, ik heb een fles champagne mee. Ik heb een drone voor je. Nee, ik weet niet. Ik space hem helemaal aan de pan uit. Zo, heb je je kind meegenomen? Ja. Waarom loopt... Wie is dat? Die loopt hier? Oké. Oh, ik denk jullie hebben geadopteerd of zo. Nee. Dat is een bastaardkind van Sheet. Zo, kijk eens even. Genoeg keuze. Ja, moet wel een bijpassende outfit aan, hè? Oh, mooi, man. Sheet. Zo! Ja, dit zijn heel hard. Dit zijn de leukste. Harder. Heb een helm op. Ja, jij moet morgen voorkomen. Kijk, we krijgen allemaal een mooi outfitje. Ja, toch? Ja. Kijk eens even. We gaan naar de maan, jongens. We gaan reizen naar de moon, Gio. We gaan naar de maan. Ik heb een ander pakje aan. Klopt. Hey Boas, zet die helm eens op dan, Boas. Hij is gekloten, jongen. Jezus. Wat een groot hoofd heb jij? Dat is echt niet normaal. Wat de hel? Wow, jij hebt zo'n groot hoofd. Wat een toestand met die graag. Van de Simpsons. Jeetje. Wow, moet je deze baan eens kijken. We gaan op deze grove baan gaan we lekker crossen. Gaat ook links de hoek om hier. Boas heeft een 250cc gekregen. Donnie Boy een 125cc. Anders rijdt hij zichzelf dood. Shahid een gloednieuwe Suzuki 250. Daarheen. Hey, dat wordt leuk, maat. Ja, echt hè, echt. Wat is het idee, Gerrian? We willen crossen, mannen! Enzo! We zijn met Sheet, we zijn met Enzo, we zijn met Boas. Boas heeft zijn vriendinnetje mee. Ron is erbij. Enzo is een vriendinnetje mee. Ja, we zijn gewoon met een klein clubje. Ga gezellig crossen. Oh. Deze is ook gewoon 0,0 smerig. Dit is helemaal nieuw. Moet je kijken, alles glimt en blinkt nog. Uitlaat is gewoon zelfs gewoon helemaal nog normaal metaal. Niks roest, bagger, hete plekken. Oh, ander pakken, bro. Ik heb even een paar testrondjes gedaan. Ik ben echt niet gemaakt voor dit soort shit. Puur door het schakelen, want je moet dus koppeling in, dan tikken met je voet omhoog, omlaag. Ik kan dat niet, joh, multitask. Helemaal kut. Ik heb gewoon geen gevoel. Dan heb ik gewoon geen gevoel of ik hem nou eens één heb of is het twee. Ik snap er helemaal geen ruk van. Ik heb zelf ook een crossbommetje, maar dan hoef je alleen te tikken. Heb je niet zo'n koppeling die je moet inknijpen. Helemaal ruk. Dat heb ik weer. Ga weer eeuwig duren voordat ik het leer. Van Boas. Wel fucking lijp. Het ziet er heel makkelijk en heel vrij uit, maar denk maar niet dat het zo makkelijk is. Ik ben ook te lomp voor dit soort dingen, baal ik van. Baal ik echt van. Ik wil ook gewoon vol weg kunnen rijden. Kijk, zij doen het gewoon. Dit is de ervaren meneer. Hoog, hoog! Hij kan, wow, hij gaat gewoon op zijn achterwiel. Hij kan volgens mij loskomen. Weet je wat ook weer typisch Don is? In alle chaos, de drukte met Sheet en dat soort druk zijn.
ben ik mijn tas vergeten met al mijn gear erin. Plus mijn jas. Gewoon de tas met mijn GoPro's en mijn drone en mijn selfie sticks en alle zuignappen, plakkers en dingen. Wat perfect gereserveerd, vergeet ik weer. Dat ligt gewoon nog in mijn lampen. Daar komt de ervaren meneer weer. Ik ben benieuwd wat hij in petto heeft. Oh jee! Zo gek! En zo erachteraan. Wow, hij schrok er zo van, zag hem kijken. Komt ie hoor, Mr. Experienced. With the jump. Holy shit. Wow, gek. Dat ziet er zo vet uit. Ik wil dat ook. Deze gast kan rijden. Komt ie weer. Krijg je helemaal een kick van. Wat een snelheid zit erin om dit te doen. Er is maar één liedje waar ik nu aan kan denken. I believe I can fly. Nou, mijn maatje Shahid gaat het ook proberen. Eerste keer. Hoi. Ik verwacht die hoge jump van Shahid. Hij doet hem wel, gaat bijna op zijn wat voor, maar hij doet hem. Komt hier. Ziet zo gek. Oké, ik ga het even proberen. Daar gaat hij. Oh, Shahid moest aan de kant duiken gewoon. Die kant. Hij neemt de heuvel. Het is leuk hoe geconcentreerd iedereen is. Als je aan het filmen bent, denk je van, oh, dat is easy. Maar als je aan het rijden bent, dan ben je zo geconcentreerd dat je gewoon niks anders kan doen dan denken, niet vallen. Pik. Slopend, hè? En je armen verzuren. Je begint een beetje onder controle te krijgen. Vet, ga ik een beetje hard of lijkt het mij in mijn hoofd? Ja, het voelt veel harder dan dat je daadwerkelijk gaat. Maar hij gaat op zich wel lekker. Maar schakel jij hem wel door, of niet? Ja, ik weet dus niet of ik hem opschakel. Je hebt zeg maar, hier zit de 1, dan heb je neutraal en dan heb je 2. Dus je moet 2 tikjes omhoog, zeg maar. Voor naar de 2? Ja. Ja, klopt, maar ik denk dat ik dat doe. Maar je hoort het aan het blok, hè? Dat die... Ja, hij zit heel hoog de hele tijd. Hoog misschien toe. Naar 3. Ik rijd de hele tijd in 3. Maat, ik voel me net... je schouders hierin, hè? Ja, heel vet. Ik ga nog even een paar rondjes. Dit is waar iedereen mee loopt te kutten, hè? Dat rijden lukt wel, maar dat starten is gewoon... Ja. Ja, dat bedoel ik. Ik kan niet koppelen. Ik kan niet eens opkomen, gek. Komt-ie. Gewoon heel veel gas. Komt-ie. Veel gas erbij. Gewoon gaan. Ik laat veel te snel opkomen. Ik ben veel te gom. Kijk, komt ie, hè? Ja. Ja. Daar gaat hij. Duurt even maar een nepje ook. Oeh, gaat bijna smoel. Ja, hij heeft hem. En doorkoppelen, door. Hij zit de hele tijd in zijn 1 te rijden. Nou ja, goed. Als hij er blij van wordt. Nou, dat was even lekker hoor. Weet je wat ook lekker is? Moet je kijken. Vol gas door die bocht. Als een jekko gaat hij. Zo, hier schijt. Vol er voorbij. Hoe kan je zo'n balans hebben? Dit is wel een vet shot, denk ik. Zo. Knallende uitlaat. No. There's no limit. Wow. Oh mijn god, Shahid is ook echt. Wat is het toch ook in de deal? Jongen. Ze gaan toch niet die hobbel pakken, hè? Ze pakken hem. Hij heeft gewoon niet zijn helm op. Als ik heel eerlijk mag zijn, in het begin dacht ik, kut,
dit gaat zo lang duren voordat ik het een beetje kan. Maar nu ik een beetje kan rijden is wel leuk. Dit moet je gewoon vaker en vaker gaan doen. En dan op een gegeven moment ga je het gewoon soepeler, beter, makkelijker bochten pakken, beter koppelen, schakelen. Oefeningbaar kunst. Dat wist ik eigenlijk al, maar best een ongeduld. Echt wel leuk dit hoor. Je moet het sowieso vaker gaan doen, want ik vind het ook echt wel leuk om je dan beter in te worden. En lekker ook op een gegeven moment loskomen als je een jump pakt. Nou, dat was het dan. Dat was het dan. Ik ga even naar de wc. Hallo, sesam open nu. Ik dacht dat je nog op de pot zou zitten. Kijk hoe mooi popje. Ik ga niet kijken. Heel dun. Wat de hel is dat? Ja. Het was af. Als hij vlak is, dan klapt hij zo hard dicht. Gast, hij was echt dikke punt zat eraan. Wat? Heb je ook iets van zitten vreten of niet? Je zit helemaal onder de barren. Ja, erg hè. Oh. En ze zeggen hier zo, morgen ben je verzuurd. Je bovenbenen, je armen, je onderarmen. Helemaal zuur ben je. Je kan je nest niet uitkomen. Ik denk, nou, is het zo erg? We gaan het morgen zien. Ik voel het nu in ieder geval wel in mijn armen. Al heel erg. Die zijn al helemaal verzuurd. Vonden we het leuk? Yeah! Oh, die was zo leuk jongens, in Bornenberg. We hebben de volgende noorden. Volgende keer, GoPro mee. Dan kunnen we het beter. En nu gaan we even lekker wat eten bij je ziet. Die heeft het mede mogelijk gemaakt. Mede mogelijk gemaakt, hè. Fucking leuk. Er moet meer gecrossed worden. Zo is het. Klopt, dan kunnen wij het ook beter leren. Ja, zeker. Worden we kundiger. Volgende week gaan we licentie aanvragen voor jullie. En dan wordt er meer gemotocrossed. Top. Top. Yes, nou, top. We gaan je zien, hè. Groetjes. Hoi. Hoi. Koek, 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 koek. Mag je ook eten? Nee. Wauw. Ja, Milana. Wat is je Milanaatje? Ik heb iets gevonden wat jij ook had. Je hebt iets gevonden wat ik ook had? Ja. En wat is dat dan? Een papiertje. Een papiertje? Dit. Wat voor papiertje? Dit. Wat had jij? Had ik dit? Ja. Ik heb geen idee wat je bedoelt. Maar dan iets anders. Met een spelletje. Je speest hem, bro. Je hebt wel een schattig pyjama. High five. Dat is een box. Oké, moet je niet eten dan? Nee. Oké. Je ziet al wat de kinderen hier weer te eten krijgen s'avonds. Hier, Gio, eten maken. Luciano, je avondeten. Echt wel. Echt wel? Dat gaat zeggen echt niet. Eet smakelijk. Jij... Denk bij kinderen. Ik? Ja, door de straat met de crossen en dit en dat. Ja, oh, wat doe jij dan? Hetzelfde. Ja, ik wou net zeggen. Je bent zelf meer kind dan je kinderen, vriend. Ja. En ik ook. Can I get it? Hi. Hey, is je avondeten lekker? Stel je voor, volwassenen zouden praten als kleine kinderen. Ik wil je koud. Wij waren de hele dag zo van. Zo, reffen bro, reffen bro. Dat is gek uit. Zo, trek lekker de haren van je zus uit de kop. Kijk dan. Jij bent erg hoor, Luciano. Ja, nee, dat is niet grappig. Dat is helemaal voor ouw. Ja. In plaats van een sneeuwschuiver is het een stoelenschuiver. Hey Virginio, nou ben je een... Is het een mensenschuiver? Want geef eens gas, Milana. Geen stoelenschuiver. Zie je dat? Boven. Ja, ik denk dat hij dan niet meer vooruit gaat. Nee, hij trekt nu aan je... Ik kan, jongen. Jongen, jongen. Ga je lekker, Luciano. Kijk, ze liggen. Ja, hij gaat. Gaat hij? Ja, jij helpt. Oh, achteruit. Pas op. Oh, oh. Oh, shit. Dan voelt hij de deur uit.
Wat een chaos. Jongen, jongen. Nee, doe nou lief voor je zusje. Dus je oog op. Wat doe je? Wat is dat? Dat is een blik. Dat is een blik. Nee. Oh jee. Dit was echt leuk. Dat was echt leuk, bro. Ik ga allemaal, doei. Vrienden bedankt. Doei. Gelukkig zijn ze de rustige kinderen, maar ze hebben het goed druk gemaakt. Maar... Een beetje slapen ze lekker, gast. Doei, doei. Doei, Milana. Milana geeft me tegenwoordig altijd een knuffel. Heel lief. Doei, jongens. Doei. Joejoe. Doei, ome Dom. Doei, ome Dom. Dag, Nilva. Oh, ik vergeet mijn tasje bijna. Oeh, oeh, oeh. Dat ik een koude start film? Als u het aanbiedt. Oh jongens, het is een beetje. Ik film, vind je dat ik goed film, jongens? Happy bom. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been a one. You have been a one for me. So hello, baby. So. Zo! Zo, het blijft wel mooi, hè? Laat even weten, goud is mooier, hè, jongens? Ja, 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 goud is mooier. Goud is mooier. Zo, die gast kan filmen, hè? Hoor, dit is niet normaal. Hé, hey, deze gast kan filmen. Niet normaal, bro. Oké, okay, maat. Ik ga er maar door. Oh, ja, was weer top. Maar ik ga lekker naar onze Mati. Oké, dames en heren, dat is de... Heel erg bedankt voor het kijken. Lekker random dagje, heerlijke cross. Gaan we vaker doen. Vond je het leuk? Laat even niet abonneren hier beneden. Dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Zeg je mooi. Hoe gaat die? Ja, goed. Ha ha ha!